Ik hoor zelfs stations uit Limburg doorkomen hier. Nee, het gedrag daar is dat, Mike Sierra. Maar goed, hij krijgt ook een signaal zo dat het op z'n, je weet al. Oh, dit klinkt toch aardig Limburgs, hoor. Ja, die hoorde ik ook nu, ja. Maar goed, het klokje van gehoorzaamheid is nog niet getikt. Ik hoor mevrouw Van Zanten zo roepen op 10. Nee, onze dame heeft nog niks gezegd, dus ik zeg ook nog niks. Kijk, dat is voor mij het teken dat het 12 uur is. En dat ik de microfoon in ga schakelen, QSO of geen QSO. Dit is PI4VGZ, Papa India 4, Victor Golf Sloem. Vereniging VRZA, afdeling het Gooi. Regio 15, afdeling 27. En we gaan de ronde doen van 1 november 2015. Dat doen we met het gedeelte nieuwsgaring en daarna natuurlijk het onderling QSO op 145.225. We hebben natuurlijk voor de ronde al de voor-inmeldronde gehad op 10 meter. Moet eerlijk zeggen, blijft redelijk stabiel. We hadden dit keer ook weer 12 inmelders op 10 meter. En ja, de condities op 10 meter zijn toch erg goed. Dus jammer dat er niet meer bij zijn gekomen. Vorige week kwam er toch nog eentje uit Bergen en Rode Reis. Nou, dat is dus vandaag niet gelukt. Dus dit is niet gelukt. Nou ja, jammer. Maar goed, PI610 blijft natuurlijk in de ether. Goed, gaan we beginnen met de nieuwsgading. Begin ik ten eerste plaats over deze Gooise ronde. Zoals u weet gaat de rondeleider PD1 ALO stoppen met de ronde. Er is tot nu toe nog geen vervangende rondeleider gevonden. Misschien dat dat nog gaat komen. We hebben nog eventjes de tijd. En ja, dat betekent wel voor mij eigenlijk dat ik een datum heb moeten prikken ja, om de laatste Gooise ronde te doen. Want ja, anders weet ik het wel. Dan ga ik gewoon door. En dat doen we dus eventjes niet. Ik heb besloten om 29 november, dat is op de zondag, dat is over 4 weken, de laatste Gooise ronde te gaan draaien. Dat betekent ook dat ja, waarschijnlijk de hele Gooise ronde gaat stoppen. Nou, dat hoop ik dus niet. Ik hoop natuurlijk dat ik nog iemand kan vinden die de ronde wil overnemen elke zondag. En met zoveel enthousiasme wil doen als ondergetekende. Je neemt natuurlijk wel een redelijk grote regionale ronde op. En ik heb altijd als stelregel genomen, het is een lokale ronde. Er is mij regelmatig gevraagd om de ronde op de repeater PI2 NOS te doen. Ik heb daar letterlijk en figuurlijk nee op gezet om de doodeenvoudige reden dat ik altijd de Gooise ronde een lokale ronde heb willen houden. Dat is me redelijk gelukt. Al is het wijd en verspreid over de regio en over Nederland dat de ronde hier op 12 uur wordt gedraaid. Maar goed, ja, het betekent gewoon dat 29 november ondergetekende op het stokje over gaat dragen of absoluut gaat stoppen met de ronde. Goed, het is P4 VGZ, Papa India 4, Victor Golf Zulum. Dan komen we even aan de clubavonden. Deze zijn elke dinsdagavond vanaf 8 uur. En het adres, ja, want dat moet ik er altijd maar even bij pakken, want ik vergeet het elke keer. Dat is de Franciscusweg 26 in Hilversum. En de zelfbouwavonden zijn op donderdagavond. En die worden ook gehouden op de Franciscusweg om 26 in Hilversum. En ik kan u vertellen, er is altijd wat know-how aanwezig. Dus zit u met problemen met uw zelfbouw, dan kunt u daar altijd terecht op de donderdagavond. Het is PI4 VGZ, Papa India 4, Victor Golf Zulu. Ja, ja, dan krijgen we de VRZA QSO Party. Ja, ja. Die is 25 jaar geleden voor het eerst bedacht. En dat is de gelegenheid van de verjaardag van de VSZA. Nou, op 22 november is het weer zover. En dan is de 25e editie.
Voor deze bijzondere gelegenheid wijken we af van de regels en zullen we uitsluitend op 2 meter en 40 meter in de bandsegmenten 7060 tot 701. De QSO party is vanaf 2 uur tot en met 5 uur. Onder de deelnemers welke hun log mailen zullen 3 waardebonnen worden verloot vanwege het 25-jarig jubileum. Op zondag 22 november 2015 zal wederom de VSZA QSO party worden gehouden, de viering van de 64e verjaardag van de VSZA. Deze QSO party zal in het teken staan van een gezellige bijeenkomst via de radio, waarbij veel VSZA clubstations in de lucht zullen zijn. En ook ondergetekende, dit clubstation zal, is het de ene laatste weekend, ook deze party meedoen. Het is geen contest, dus we hoeven geen volgnummers uit te geven. Het is echt gewoon een zwaairondje eigenlijk. Hè. Wel kunt u tijdens deze dag een bijzonder mooi divisional wacht in de wacht slepen. Om dit wat te behalen, wijken ze iets af van de normale regels. Juist omdat het in één dag te behalen is. Voor het aanvragen van het award dient u HF 8 stations en op VHVUR 4 PI4 stations te hebben. De QSO party wordt op 22 november aanstaande van 2 uur tot 5 uur lokale tijd op de banden 40 en 2 meter gedaan. Volgens de PI4 stations die meetellen, we hebben een heel mooi lijstje in de CQPA staan. Dit is PI4 VGZ Papa India 4 Victor Golf Zulu. Dan komen we alweer aan het DX nieuws. Ik heb vandaag niet erg veel, dus bij deze. En dan heb ik in eerste instantie 3 Bravo 8 Fox tot Alpha. Nee, die is er aan het stoppen. Dan eentje voor IOTA nummers, ja. Oscar Kilo 1 Foxtrot Zulu Mike en Oscar Kilo 1 Whisky Zulu Mike zijn tot 10 november te vinden in Tonga en bezoeken daarbij Oscar Charlie 49, Oscar Charlie 169 en Oscar Charlie 64. Ze gebruiken de calls Alpha 35 Oscar Kilo en Oscar Alpha even overnieuw. En Alpha 35 Oscar Lima. Je vindt ze daarmee op alle HF-banden in CW en SSB. En QSL kan naar de desbetreffende home call. Dan vanaf gisteren tot en met 10 november een groot team van maar liefst 20 operators te vinden in Da Nang in de Vietnam. Ze zijn vandaar in de lucht met 5 stations, 24 uur per dag, met een gezamenlijke call. 3 Whisky 3 Mike Delta. 3 Whisky 3 Mike Delta. QSL kan naar het Logbook of the World of naar India Kilo 2 Victor Uniform Charlie. Dit is PI4 VGZ Papa India 4 Victor Golf Zulu. Nou, dat was de nieuwsgading voor deze week. Het was niet erg veel. Ja, er is ook niet veel. Het is een beetje rustig. We krijgen natuurlijk volgende week wel de dag van de radioamateur in de Amerika Hall. Waar ik eigenlijk niet zoveel tamtam over heb gemaakt en ook niet op gehoord. Maar volgende week zaterdag dan is de dag van de radioamateur in de Amerika Hall. Te Apeldoorn aan de Laan van Erika. En voor degenen die daarheen gaan, ik hoop daarna natuurlijk verslag te doen krijgen. Want ik ga daar zelf niet naartoe. Goed, dit is PI4 VGZ, Papa India 4, Victor Golf Zulu. Nou, moet ik even kijken. Zo, want ik hoor even van alles achter mij rammelen en dat betekent dat ik eventjes moet wakker worden. Ja, rustig maar. Wat gebeurt er allemaal? Dat is allemaal alles. Oké, komt goed. Dat krijg je in het multimedia die je erbij hebt eventueel, hè. Dit is PI4 VGZ. Dat was de nieuwsgading. Dan ga ik de microfoon zo loslaten voor e-mailers op 2 meter. Kijk even of je alleen zit, anders dan hoor ik alleen maar dubbele signalen. PI4 VGZ, luister. PA0, Mike Whisky. Goeiedag, Jan. PA0,
Mike Whisky staat genoteerd. Er zijn er nog meer. Papa Alfa 1, Romeo Oscar November, met een Peetje Berend. A3 BWK. Hey Wilco, Papa Alfa 3 Bravo Whisky Kilo. Was je voor de presentiereis, wat doe je mee Wilco? Ja, ik heb op zich verder weinig toe te voegen. Ik luister mee. Oké, dan zet ik een P van presentie achter jouw naam. Dan gaan we kijken of er nog meer zijn. PI4 VGZ, geluisterd. Dit is Papa India 4, Victor Golfsalon. Met Papa Alfa 1, Romeo Oscar November, met een Peetje Berend. Ja, goeiedag Ron, PA1 RON en ik heb gehoord PA3. Goeiedag Bert, PA3 Bravo Delta Delta voor de presentielijst. Wie staat er onderdoor? PA5 T voor de presentielijst. Goeiedag Johan, PA5 T IG voor de presentielijst. Zijn er nog meer? We blijven heel erg stil, terwijl er heel veel condities zijn. Dit is PI4VGZ, u luistert verder. Goedemiddag Berend, het is Papa Echo 1, Papa Kilo Bravo voor de presentielijst. Papa Echo 1, Papa Kilo Bravo voor de presentielijst genoteerd. Zijn er nog meer? PI4VGZ, u luistert. Nee, ga ik gewoon lekker bovenaan mijn lijstje beginnen. Een klein lijstje, maar toch genoeg mensen die er vandaag meedoen. Hè. Begin ik bij PA2JRC. Dat is onze Jacques van PI4VGZ. Over. Ja, goedemiddag allemaal. Dit is Papa Alpha 2, Juliet Alpha Charlie. Ja, jammer dat het nog steeds geen aanmeldingen zijn voor de Gooise Ronde om dat over te nemen. Ja, dat is gewoon jammer inderdaad. Voor de rest weinig bijzonderheden te melden. Lekker druk met Gooi TV. We zijn gisteren in Loosdrecht geweest, maar iets heel aparts. Dat is het zogenaamde Halloween suppen. Een suppen, dat doe je op een soort surfboard, maar dan met een paddle. Dus niet met een zeil, maar met een paddle. En dan ga je opstaan. En dat waren allemaal versierde subs met lampjes erop. En daar stonden mensen dan verkleed als ik weet niet wat voor geesten en toestanden, Halloween figuren op. En dat was allemaal heel erg leuk. En dan ben ik gisteren met Iris geweest, met Gooi TV dus. Dat heb ik gisteren gedaan. En voor de rest weinig bijzonderheden. Ik zou zeggen, ik stuur de microfoon snel weer terug, Berend. Succes met je ronde. PA2JAC op ontvangst. Ja, stekend Jacques, PA2JAC, PI4VGZ. Ik vind het heel erg leuk. Samen met Iris verslag doen van het waterborden, noem ik het maar. Hè? Halloween waterborden. Ja, Halloween, dat is hier ook in de straat groots gevierd. Het begint hoe langer groter te worden in Nederland. Wij kunnen het natuurlijk niet. Ja, misschien is dat een mooie vervanger voor Sinterklaas. Hebben we die discussie ook niet meer. Hè? Maar goed, dat is een andere zaak. In ieder geval leuk. En over de Gooise Ronde. Nou, het is heel simpel, Jacques. 29 november stop ik ermee. En dan heb je gewoon kans dat het gewoon een bijeenkomst is op zondag. Hè? Rond 12 uur. En dat je dan gewoon een onderling QSO hebt. Nou ja, dat merken we dan vanzelf wel. Wie dan de pet pakt, die pakt de pet klaar. Zo is het. Komen we uit bij Thijs. PA5 Tango Yankee Sierra. PI4 VGZ. Ja, deze keer gewoon heel wat sum. Verwarringen te voorkomen. Nou ja, trucendozen. PA5 Tango Yankee Sierra. Ja. Goed. Inderdaad, gewoon weer heel awesome. Ja, inderdaad, Iris had allerlei plannen, maar ik was er die maand oktober niet. En is eerst camerawerk doen, maar ja, gaat even niet. Allemaal Italiaanse plannen. En november weer hetzelfde. Dus ik begrijp dat Sjaak nou de klos is. En met Iris dat ze dingen moet gaan doen. Ja, geweldig. Nou, ik heb er genoeg te doen, dus ik heb hem even blij dat ik even heb kunnen afschuiven. Misschien volgend jaar wel wat kamerwerk kan doen, maar ja, die zit dan met het Italiaanse gedoe. En vanaf 5 november zit ik daar weer een weekje of 2-3 en dan ben ik het zat, denk ik. Nou, dan horen we op de korte golf, dus we gaan weer een beetje toeteren. Wat spullen moeten er naartoe en we hier naartoe en nou ja, goed. Dus we zien wel. Vandaar dat ik gewoon even hier thuis gewoon achter de set zit. Maar ja, volgende week gaan we weer op de korte golf toeteren en zo. Dan nemen we de remote mee, dus ja, eigenlijk
blijft het alsof ik hier zit. Techniek staat voor niks. Blijft leuk spelen, goed. Goed, ja inderdaad, zaterdag ga ik dus missen, de Apeldoorn. Het gedoe in de hal. Gaat gewoon door, het gedoe over asielzoekers die daar zitten, dat is alweer, lijkt weer opgelost te zijn. Alleen rumoer, maar het is zo'n, het gaat gewoon door. Maar ja, dit jaar ben ik er dus even niet bij. Ik had niet echt iets nodig, want druk met andere dingen. Dus ja, dat ga ik even missen, dus helaas. Goed, Berend, jij de microfoon. Weinig nieuws verder. Nee, en als ik het vergeten ben, dan ben ik het vergeten. Ga je gang. Ja, zeker Thijs. Ja, ik wist je thuis hadden. Je gaat toch volgende keer, als jij in Italië bent, wat meer met jou proberen te QSO, hè. Want dat is eigenlijk de afgelopen periode een beetje fout gelopen. Maar goed, ja, komt alweer goed. Dan kom ik de volgende mijn lijstje. En dat is Stan. PA8 Charlie, PI4 VGZ. Dank u wel, Berend, met even een klein kiertje van papa Alpha 8 Charlie. Nou, ik weet niet of jouw vermoeden correct was, maar ik wilde je allereerst even feliciteren, Berend. Jij weet wel waarvoor. En ik hoop dat je een fijne dag hebt gehad, hè. Alhoewel, de foto die ik daarvan zag, deed mij vermoeden dat jij geen koffie had gehad 's morgens. Ja, verder jammer dat jij er niet bij bent in Apeldoorn volgende week zaterdag. Zou gezellig geweest zijn, maar ook dat begrijp ik. Dus ik kom je dan een andere keer wel weer tegen. Ja, en wat eind oktober betreft, ik hoop dat zich daar ook nog iemand aanmeldt. Hè, maar dan val ik in herhalingen, want dat hebben andere mensen ook al gezegd. Daar wou ik het even bij laten, Berend. De hoofdreden was dus even mijn felicitatie. PI4VGZ, de hele groep. Iedereen een fijne zondag gewenst van papa Alpha 8 Charlie. Ja, zeker Stan. PA8C, PI4VGZ. Daar moet ik eventjes wat bij vertellen bij die foto. Die foto die is niet gisteren genomen. Die is een week of een maand of twee, drie geleden genomen. En ik zat daar te wachten in de EHBO-ruimte voor moeders en vrouwen. Die had wat met de voet. En toen zaten we daar met z'n drieën in een hokje te wachten tot we geholpen werden. Dus ja, dan kun je het gezicht ook wel een beetje begrijpen. Ja, en het klopt, er was geen koffie daar, nee. Nee, dat had ik al gezien, hè. De uitdrukking die op jouw gezicht stond, die verraadde dat, Berend. Hé, hey, fijne dag. Ja, klopt, hè. Maar het is wel leuk. Het is de enige, een van de weinige foto's met de VZA trui aan nog, hè. Maar goed. En dan ga ik met de volgende op mijn lijst. En dat is Jan. PA0 Mike Whisky, PI4 VGZ. Ja, daar ben ik dan. Ik had zo'n microfoon vergeten. PI4 VGZ, PA0 Mike Whisky. Nog gefeliciteerd met je verjaardag. In deze dagen. Ik heb het ergens op mijn kalender gezet, maar ik kon het gewoon niet vinden. Maar ik heb het ergens gezien, maar ik weet niet meer waar. Maar ik hoop dat het een leuke dag is geweest voor je, hè. Van een foto weet ik dus niks. Het zal wel over het internet gegaan zijn, hè. Oké, okay. Ja, ik vind het toch een zorgelijke zaak als VGZ zou verdwijnen. Ik zal er zover mogelijk mijn ronde ook onze ronde reclame voor maken op RCG. Dus of ze liefhebbers voor zijn die het over willen nemen, dat zou zonde zijn als iets wat al zo lang goed draait. Dus hier is omdat er niemand is. Ik hoop dat al onze inspanningen genoeg worden, gemeenschappelijke inspanningen genoeg zijn om voor een rondeleider opvolger te zorgen. Hè. Goed, ik hoop dat het succes hebt, want ik begrijp dat het jou over drie doet als het gewoon maar een onder onsje gaat worden. En het is jammer als dat verloren zou gaan, hè, op zondag. Het is ook een hele gunstige dag natuurlijk, dus ja, daar moeten we met mannenmacht tegenaan om dat voor elkaar te krijgen. Overigens heb ik een verzoekje gekregen van PDZON, Arthur dus. En die heeft verleden week woensdag verstek laten gaan. Dat heb ik even mee kunnen delen. Dat had hem over opgebeld. Nou, hij is nog steeds een beetje problematisch met een ziekte van verkoudheid. Dat hij ook heel moeilijk kan praten. En geen langdurige betogen kan houden. Dus nou is de vraag. Hij wil onder voorbehoud aanstaande woensdag om 9 uur via de pinometerrepeat in de lucht komen. Dus aanstaande woensdag ook. Maar onder voorbehoud. Mocht het zo zijn dat hij niet kan, dan hoor ik dat ook. En dan meld ik dat even op het tijdstip dat hij niet kan komen. Dus en dan hoop ik van harte beterschap. Ik hoop dat het wel doorgaat. En anders de week erop wel weer. Dat is het van deze kant. Bedankt voor deze ronde weer. Alvast. Even kijken, wat had ik al nog meer opgeschreven? Nee.
Nee, meer niet. Berend, oké, microfoon getoerd. P4VGZ per, no Mike Whiskey. Papa Delta, no Mike Sierra, 20, ja, papa Delta, no Mike Sierra, 20. Eén momentje, jij krijgt zo de microfoon. Ja, oké, Jan. Ja, het houdt nou goed over de ronde, daar kun je weinig doen. VGZ verdwijnt ook niet. Het verenigingsstation de P4VGZ blijft wel bestaan. Tuurlijk, het station blijft wel bestaan. En de naam blijft wel bestaan, alleen de Gooise Ronde zal dan te zielen gaan, het is niet anders. Daar kun je weinig aan doen, Jan. Dat is minder tijd en mensen hebben minder tijd, dus ze komen minder uit. Nou goed, gaan we eventjes naar Papa Delta 0 Mike Sierra. Goedemiddag van PI4 Victor Golfsroep. Ja, uitstekend, Papa Delta 0 Mike Sierra van Papa India 4 Victor de Golf Zulu. Wij zijn het verenigingsseizoen van de VRZA afdeling het Gooi. Dat heb je heel goed geraden. Uitzend QTA is ook Hilversum het Gooi. Wij zitten op dit moment met een vermogen van 25 watt op een Diamond X510N. En op een hoogte van plus minus 20 meter. En ja, dus het tevreden station heeft een redelijk station, hoor. Maar ja, de condities zijn heel erg goed. Hè. Jij komt hier bij mij een dikke 9 plus 10 dB binnen. Papa Delta 0, Mike Sierra. Papa India 4, Victor Golf Saloon. Ja, dankjewel, hè. Papa Delta, Mike Sierra, P4V. Ja, we hoorden jullie natuurlijk ook voor de ronde ook al in QSO gaan. Maar ja, goed, de Gooise Ronde begint hier om 12 uur al redelijke tijd. En ja, dan moeten we toch wel QV zijn. Goed, ga ik eventjes kijken of er nog meer e-melders zijn. Want blijkbaar luisteren we meer dan we denken. Er is Papa India 4, Victor de Golf Zulu, luistert verder. Papa Echo 1, Hotel Alfa Uniform uit Flipstad. Die er alle begrip voor heeft, maar het jammer vindt dat je ermee gaat stoppen. Maar veel mensen realiseren zich niet wat je er allemaal voor moet doen om het elke week weer rond te brengen. En degene die het er het makkelijkste over doen, doen meestal zelf het minste. Ja, maar zo ga ik niet redeneren, hè. Ben je in Hotel Alfa Uniform van Hotel Alfa Uniform, ja, van P4V. Ik weet dat mijn de vorige ronde leider. Die heeft dat ook een aantal jaren gedaan en die ging dat stoppen ook door dezelfde reden eigenlijk dat zijn kinderen ook begonnen te vliegen. En ja, nou, de reden is gewoon heel simpel. Ik heb er nog steeds plezier in, dat moet ik wel eerlijk zeggen, hoor. Maar ja, de kinderen beginnen uit te vliegen en dan moet de rondeleider ook een keer tijd krijgen voor zichzelf. En ja, een weekendje weg is toch heel wat anders dan een door de weekje, hè? Maar goed. Ik zal regelmatig nog op zondag QRV zijn, dat zal je wel meemaken. Kijken of er nog meer inmelden zijn voor de Gooise Ronde. Papa India 4, Victor Golfsroen, luistert verder. Ik geef er toch nog eventjes commentaar op. Dat wil zeggen een positief commentaar. Ik draai hier ook regelmatig mee met de Ronde van Os. En dan zijn dus vier operators plus een reserve. En ja, dat werkt natuurlijk ook perfect, want dan kun je elkaar opvangen in de problemen. Ja, klopt. Maar een keer nagaan. Ik probeer één iemand te zoeken en dat is heel moeilijk zat. Ja, ik begrijp het. Ik geloof dat we hier in de omgeving dan met ons een ja, soort uitzonderingspositie hebben. Want zelfs ook bijvoorbeeld de ronde, de bossenronde, zegt Hogenbos, nou, die heeft er ook altijd problemen mee. En dat is toch een gigantische grote afdeling. Ja, klopt. Nou ja, we hebben ook een andere optie nog, hoor. Maar daar wil ik nog niet aan toegeven.
Maar goed, dat moet ik dan even met de andere rondeleider bekijken. Maar goed, er is nog een andere optie. Om in ieder geval de naam ervan in de eten te blijven. En ook af en toe blijf ik dan nog wel een Gooise Ronde doen. Maar goed, dat gaan we wel meemaken. Ik ga nog eventjes kijken of er nog meer inmelders zijn voor de Gooise Ronde. Papa India 4, Victor Golosulu. Die luistert verder. Hey Rigo, PA3 BHP, ook genoteerd. Er zijn er nog meer. Dit is Papa India 4, Victor de Golfsloer. Luistert. Geen Joop gehoord vandaag? Joop hoorde ik al een hele tijd niet in de ronde, Thijs. Dat is een feestvarken vandaag, hè? Dat weet ik. Nee, ik hoor hem ook nergens. Nou, houd top. Ja, en morgen is er ook weer een feestvarken. Dus allemaal schorpioenen. Ja, ik ken er nog twee. Het is eind van de maand, dus het wordt weer wat. Nee, begin van de maand. Eind van de maand is al geweest. Nee, in november. Wat hoor ik nou allemaal? Eind november hebben we weer dikke feestjes. Een hele lange en een hele dikke. Ja. Oké, maar dat is geen schorpioen al meer dan, hè? Tot 21 is het schorpioen en is het over. Nee, het is daarna. Ja, klopt, hè, maar dat maakt niet uit. Ja, goed. Ja, er was gisteren ook eentje jarig. Maar goed, ik ga nog eenmaal luisteren of er nog vragen, opmerkingen of reacties zijn. Anders ga ik lekker de ronde besluiten. Het is een mooie tijd, 12:30. Dit is Papa India 4, Victor Golf Zulu, die luistert. Nou, dan sluit ik mijn loglijst af. Met te zeggen, dit is een waspapa India 4, Victor de Golf Zulu. Verenigingsjong VRZA, afdeling het Gooi. Volgende week zondag ben ik er weer om 11:45 op 29690. Dat is de repeater PI6-10. En op 12:00 op 105.2.5. Papa India 4, Victor Golf Zulu, sluit en uit. Bedankt, Berend. Op Piano Marquiski. En ik had in mijn boekje staan dat jij morgen jarig was. Klopt dat? Nee, dat klopt niet helemaal, nee. Nou, dan zou ik het gelijk veranderen. Bedankt. Dat was gisteren. Ik heb gisteren een heerlijke dag gevierd met uit eten en alles op het eraan. Dus gisteren een mooie dag gehad. Oké, je hebt eigenlijk goede connecties met het KNMI gehad. Dus het prachtig weer, hè? Oké, bye-bye. Ja, bye-bye. Veel bedankt voor de ronde, hè. Felicitaties. Ja, dank je, Jan. Ik hoor iets, ik weet niet of er Jan bij hoorde. Dat was PA3 EOF. PA3 EOF, oh ja, goedemiddag. Gefeliciteerd, Berend. En bedankt voor de ronde, PA50. Ja, dank je, Johan. Bye-bye. Ik had jou gefeliciteerd. Spea 2 EAC. Ja, dan doe ik het ook gelijk, Berend. Van harte, hè? Ja, dank je, heren. Dank je, heren. Hé, hey, Berend, gefeliciteerd nog, hè? Van PA 1 RAB. Ja, Robby ook. Jij, heel dankbaar voor, dank voor de felicitaties. We gaan vandaag nog even een dagje genieten ervan. Gisteren al genoten en vandaag nog eventjes de day after party. Zeg, gefeliciteerd van PA3 EER, Berend. Ja, dank je, Muriel. Ik mis daar een hobby ook nog, met de TFK. Hij was op zijn boot gisteren, hoor. Nou, niet gehoord.